Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer een gloednieuwe video. Vandaag ga ik een video aan jullie laten zien over mijn voorspellingen, dus de uitslagen van speelronde nummer 31. Maar voor ik dat jullie ga laten zien en voor ik dat jullie ga laten horen, wil ik één ding even zeggen. Vooral niet vergeten te abonneren, liken, te subscriben, want je weet het jongens, we zitten bijna op 4000 abonnees. 4 kop zitten we al. En ja... Het gaat goed, het gaat redelijk. En vanavond natuurlijk Ajax. Ik hoop dat jullie er natuurlijk allemaal bij zijn, Ajax Vitesse. Het wordt natuurlijk een leuke livestream. Dit is een korte video, maar het moet natuurlijk wel een leuke video zijn. Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal komen vanavond naar mijn livestream. Ajax Vitesse, Scammers Get Scammed. Dat wil ik altijd even duidelijk maken natuurlijk, jongens. Maar één ding is zeker, bij mij kom je overal nergens. Maar ik weet wel dat er een dikke giveaway aan gaat komen. Dus ben daar sowieso op voorbereid. Hou mijn Instagram in de gaten. Volg mij op mijn Instagram. Prendervoetbalcommentator. En ja jongens, weet je. Laten we maar gewoon snel doorgaan naar de video. Hier komt hij dan. Mijn voorspellingen. Dus mijn uitslagen. Dit waren de uitslagen van mijn voorspellingen over speelronde nummer 31. Ja jongens. We gaan gelijk door naar wedstrijd nummer 1. En wedstrijd nummer 1 was Heracles Heerenveen. Heracles Heerenveen. Een leuke pot. Ik had een voorspelling van 2-1. En raad eens, het werd 2-1. Dus die was toppie. Die was prima jongens. Het werd 2-1 voor Heracles en het ging gewoon goed die wedstrijd. Ik had het ook goed voorspeld, dus prima jongens. En laten we maar snel doorgaan naar wedstrijd nummer 2. En wedstrijd nummer 2 was Emmen FC Utrecht. Waar ik had verwacht dat Emmen zou winnen, was ook het geval. Mijn voorspelling was 2-1 of 3-1 en, het werd 2-0. Dus ook die heb ik goed in het voordeel van Emmen dan. Emmen wint, dus eigenlijk heb je hem goed, maar niet helemaal. Maar je hebt hem wel goed door jongens. En we gaan door naar wedstrijd nummer 3 jongens. En wedstrijd nummer 3 was FC Groningen Ajax. Ja, ik had een 3-3 voorspelling. Het werd 0-1. Voilà, dan had ik hem niet goed, jongens. 0-1, helaas. En ja, jongens, we gaan naar nummer 4. En nummer 4 was Vitesse Pax Zwolle. Ja, jongens, ik had 1-1. Het werd 4-1. 3 keer Linse, jongens. Oh, joh, wat een leuke wedstrijd was dat geweest. 1-1, ja, 4-1. Nee, wel de doelpunten goed door Gogol, maar niet de voorspelling of een winst voor één ploeg. Ja, jongens, we gaan door naar nummer 5. En nummer 5 was Feyenoord AZ. Ik had 3-0, het werd 2-1. Ook in het voordeel goed voor Feyenoord. Maar ook niet helemaal de uitslag goed, maar wel in het voordeel voor Feyenoord. Dus eigenlijk wel een beetje goed. We gaan naar wedstrijd nummer 6, jongens. En wedstrijd nummer 6 was VVV De Graafschap. Wauw, ik voorspel 1-4. De Graafschap in het 4-1. Het werd 4-1 voor VVV. Toch een beetje magisch. Alleen dan in het verkeerde clubje gekozen voor de uitslag dan. En ja jongens, we gaan door naar wedstrijd nummer 7. En wedstrijd nummer 7 was Excelsior Willem 2. Had ik 3-2 voor Willem 2 en het werd 1-1. Niet goed, helaas jongens. En ja jongens, we gaan door naar wedstrijd nummer 8. En wedstrijd nummer 8 was Fortuna Sittard NAC Breda. Ik had 2 voor NAC Breda. Het werd 2-0 voor Fortuna. Fortuna wint, NAC mag naar Telstar. Van een knipoog is snel knipoog jongens. Nee, shout-out naar de NAC supporters. Ze staan altijd achter een club. Maar even leedvermaak, even een leuk leedvermaak jongens. En ja jongens, naar wedstrijd nummer 9. En wedstrijd nummer 9, de laatste was voor PSV Adel Den Haag. Ik had 3-3, het werd 3-1. Toch 3 doelpunten voor PSV goed. 1 goal van Adel Den Haag, maar niet helemaal goed jongens. Dus in totaal heb ik er met 1 officiële helemaal goed. En gewoon 3 gooien in het voordeel van de clubs jongens. Dit was de video, dit waren mijn uitslagen. Dus dit was de uitslagvideo over speelronde nummer 31. Ik ga ook een voorspellingsvideo over speelronde 32 maken. Dus check die zeker en ik zeg... Voor deze keer. Ciao, amigos. Later. And I'm out. Peace. You know.